Hoe groot is de kans dat ik mijn nek breek? Als je niet duikt, is het bijna onmogelijk. Dus niet duiken alsof het in een zwembad is. Voor de rest kan alles. Yo, leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Off The Pitch. Een programma waarin ik een dag optrek met bekende christelijke sporters. En vandaag is dat Rutger Schipper, die je vast wel eens voorbij heeft zien komen met zijn YouTube-kanaal Team Tenten, waar hij te gekke freerun video's mee maakt. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we in het trampolinepark. We rijden erop, back to trap. Nice. En ik sta hier nu in Amersfoort bij de gymzaal waar hij de meeste van zijn video's opneemt. Als het goed is, is hij al binnen. Kom mee. Kijk, hier zijn sportkleertjes al. Ondanks dat het zo vroeg is. Yo, hey. Ja. Hoe vaak train je hier? Ja, ik train zelf ongeveer twee of één keer in de week. Maar dat is alleen in deze zaal. Ik train ook nog wel op andere plekken in Nederland. Maar lesgeven doe ik sowieso nog één keer in de week hier. Dus dan geef ik gewoon les aan turnjongetjes of aan freerun kids. Mag je dit dan ook freerunnen noemen? Want ik denk dan toch vooral door straten, over muurtjes. Nou ja, ze zo zeggen, je kan niet zo goed oefenen. Helemaal hier binnen bij dat parcoursgedeelte, het is allemaal wel van hout, best wel hard. Dus je kan hier zeker goede sprongen oefenen. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling, helemaal als je de flips ook wel buiten gaat doen. Ja, dat is wel het einddoel, zeker. Inderdaad. Hoe is dat begonnen? Wanneer dacht je, ik ga freerunnen? Ja, nou, ik zat eerst op voetbal. En ik dacht op een gegeven moment van de uitdaging ging een beetje weg. En twee vrienden van mij begonnen met freerunnen. En toen ben ik rustig gaan meedoen. En toen ben ik een beetje ingerold. En nu sinds 2 jaar doe ik het ook op YouTube. En nu doe ik het gewoon heel vaak. Maar het is niet uit het niets, toch? Als kind kon jij waarschijnlijk ook al. Ja, ik was wel sportief aangelegd. Ja. Maar het is niet dat ik heel erg goed was in salters of zo, hoor. Dat viel mee. Ik kon trampoline wel achteruit salten en vooruit salten. Okay. Maar dat, meer dan dat niet. Ik kon niet al salten op de grond. Dat heb ik echt geproefd. Oké. Ja. Dus is misschien voor mij ook nog wel hoop. Als ik zo zeker, ja. Helemaal in deze zaal. Als je, dan kan je zo op de tunnelingbaan misschien, op de trampoline. Zullen we eens even kijken wat je kan. Salto voor jou is. Gast, begin nou even eenvoudig. Hoe groot is de kans dat ik mijn nek breek? Als je niet duikt, is het bijna onmogelijk. Dus niet duiken alsof je in een zwembad bent. Voor de rest kan alles. Nou, voor 1, 2 en voor. Ja. Voren en staan. Nou. En staan. Nou. Wel hoger. Jeetje man dit. Staan. Nou. Dat is denk ik de beste van de dag. Oké, nou laat jij nog wat zien. Yes, doe ik. Bizar. Leuk, hè? Ja. Is toch leuk? Als ik jou zo op dat hout zie springen, ik zou helemaal lijp worden. Hier in de lucht. Is inderdaad het veiligste om te oefenen. Dan daarna is gewoon inderdaad op de trampoline. Dat is daarna de stap. En dan rustig richting de vloer. Daar gaan we nu zo meteen heen. Hè? Ja. Rutger, je hebt je bewezen, jongen. Ja, hè? Ik ben nog een beetje aan het zweten ervan, maar dat is echt leuk. Je hebt er je best voor gedaan, zeker, maar dan heb je ook wat. Zeker. Ja. Hey, maar hier stopt het niet, hè? Dit is het begin van ons avontuurtje vandaag. Ik ben heel benieuwd, want ik weet dus voor de rest weet ik niks. Hij weet echt niks. We gaan ervoor. Tot zo. Ja, die gast kan gewoon niet meer normaal lopen, joh. Overal een trucje bij. Maar wel goed. Hey, maar je bent dus gelovig. Ja. Wanneer is dat een beetje voor je gaan leven? Eigenlijk ben ik gewoon mijn hele leven lang naar de kerk geweest, van jong gedoopt. Maar op mijn 14e, 15e ben ik wel een beetje gaan beseffen van nou, ik moet wel een beetje voor mezelf gaan kiezen of ik wil geloven, ja of nee. En ik heb afgelopen jaar belijdenis gedaan en toen heb ik heel bewust voor gekozen. Want is het ook lastig geweest van het YouTube-wereldje, roem, verwachtingen van mensen? Ja, je bent de enigste, het is de... Ja, binnen de YouTube-wereld zijn niet zoveel christenen. Die, iedereen die is gewoon heel erg bezig met carrière en voor zichzelf. En om dat een beetje uit te stralen is wel lastig. Ja, vind ik wel. En ook om ervoor uit te komen is ook af en toe wel lastig. Niet dat ik natuurlijk rondloop van ik ben christen. Nee. Maar het is wel mooi om natuurlijk ook door middel van gedrag en als ze dan naar vragen, zeker gewoon uit te stralen dat je bent. Ja. Ja. Ik heb gisteren online gezet dat ik samen met mijn vader een run gaat doen, want hij is beperkt. Dus ik ga samen met hem, hij gaat in de handbike, gaat fietsen. En ik ga hardlopen met een rugzak zand op de rug. Ja. En dat zijn wel, dan krijg ik ook wel heel veel reacties van alle respect dat je zulke dingen deelt. Ook dingen die niet goed gaan in het leven. Want dat is dan niet iets waar je natuurlijk heel trots op bent normaal gesproken. Nee. Maar dat ik dat wel gewoon deel, dat hebben mensen wel respect voor. Ja. Jij gaf aan, mijn vader is beperkt. Ja. Wat is precies zijn ziekte? Waar... Hij heeft MS. Dat is
Mensen denken dat het een spierziekte is, maar het is een zenuwziekte. Mm. Dus vanuit je hoofd gaan de signalen naar je spieren worden eigenlijk niet meer goed doorgegeven. En dat wordt steeds minder bij de ziekte, hoe het normaal verloopt. En bij hem zijn nu zijn benen zijn eigenlijk een beetje uitgevallen. Als hij zich een beetje optrekt, kan hij een beetje op staan, maar lopen zeker niet. Meestal gaat het dan door naar je arm bijvoorbeeld, maar we hopen dat het natuurlijk nog een beetje uitblijft. Maar ja. Ja, weet je. Ja, dat is wel heftig, zeker. Ik had ook een beetje het gevoel bij die foto, hè, dat alsof jij die salto voor hem maakt. Ja, nou, dat probeer ik ook. Ja, tuurlijk. Ja, ik zou willen dat hij dat kon doen natuurlijk. Maar aan de ene kant is het ook heel pijnlijk, maar het is ook heel mooi om dat juist te laten zien aan, aan fans, maar ook aan gewoon de buitenwereld. Nou, want jij doet ook het een en ander op het gebied van ontwikkelingshulp, hè? Ja. Op dit gebied ook. Zeker, ja. Afgelopen zomer ben ik naar Bangladesh geweest om daar mensen met een beperking ook te helpen. Nou ja, en daar zie je ook een heel groot contrast met Nederland. Want in Nederland hebben we eigenlijk al heel veel zorg en heel veel aanpassingen voor mensen met beperking. Wat doe je daar dan, bijvoorbeeld op zo'n reis naar Bangladesh? Ja, nou, we hebben daar een gebouw gemaakt waar mensen met beperking weer een baan kunnen krijgen. Dus die organisatie waarvoor het gebouw is, die gaat banen zoeken of eigenlijk kleine investeringen doen in mensen die een beperking hebben. Bijvoorbeeld een eigen fietsenwinkeltje of een koe kopen voor diegene. Ik vind het contrast zo bijzonder. Ja. Wat ik net al zei, van enerzijds ben je zelf de freerunner en je klauwt het overal op. Ja. En aan de andere kant voel je die drang om dit soort reizen te maken. Ja, er zijn veel mensen die dat net niet kunnen, ja, je vader te helpen. En ook gewoon het uitstralen naar op social media, dat hoe het daar is in ontwikkelingsland. Nou ja, dat is ook wel grappig. Ik kreeg ook reacties bijvoorbeeld van, ik dacht al dat je christelijk was, want je ging naar je ging arme kinderen helpen. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat is wel leuk. En mensen conclusies trekken. Ja, dat ze nog wel je hoeft dat natuurlijk niet christen te zijn om dat te doen, hè, natuurlijk. Nee. Maar het is wel leuk dat ze die conclusies trekken, ja. Hey, maar we gaan dus zometeen nog wat leuks doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Wil je het al zeggen of niet? Nou, ik heb in ieder geval één belangrijke vraag. Oké. Okay. De inleiding. Ben je een beetje creatief? Ja, ik weet niet zo goed. Ik kan wel logisch nadenken of zo, dat wel. Dat, okay, maar logisch heel nadenken. Creatief niet per se. Okay. Mooi zo, ik ook niet. Oh, nee. We moeten het wel tegen elkaar op gaan nemen. Oké, okay, dus, nou, dat is goed. Het wordt spannend, want ik ben heel creatief. Nee, dat niet. Nee. Nou, freerunnen, ja? Heeft het toch een beetje ook met urban te maken. Ja, ja. Ik weet het al. Denk ik. Ik weet niet zeker. Hij weet het eerste al. Okay. Iedereen vindt. Nou, kom maar. Iets met graffiti. Of zo. Iets met graffiti. Of niet? Ja, dat is goed. Ja? Yes! Ja. Oh, leuk. Dat is vet. Oh, ik ben wel heel benieuwd. Oh ja, oh, dat is wel echt iets wat ik wel heel lastig ga vinden. Ja. Dat is lekker. Ja, oh lekker. Nee, dat is niet lekker. Ik maak een kans. Zo, dus jullie willen graffiti spuiten. Weet je al wat je gaat maken? Eigenlijk nog niet zo goed. Nou, hij heeft de toon eigenlijk al gezet met Jesus. Dat is waar, ja. Geef jij ons een woord. Ik zit ook even te kijken wat voor letters nou leuk zijn, zeg maar. Oh ja, dat is wel een goede. Ja. Hij deed gelijk weer binnen de sport, ja, denk ik. Ja. Nee, neem je een moment. Zo. Denk. Ja, anders doen jullie gewoon allebei move. Ik op zich zit altijd redelijk. Oké. We gaan er een mooie move van maken. Goede wedstrijd. Jij ook. Komende half uur kijk ik hem niet meer aan, want ik wil winnen. Ik wou net zeggen. Ik spuit nog even snel in zijn ogen. Ja, ja, precies. Kan ik dit nog weghalen? Wordt veel te groot dit. Ik ben aan het denken of ik het nou wel goed doe, jongens. Ja, denk het wel. Ik heb nog nooit zo slecht de graffiti gezien in mijn leven. Waarom? Ik voel dit. Ik voel dat er iets ontstaat. Nou, jongens, come on.
Waarom doet hij dat nou? 2 hours later. Mijn move komt dus sinds kort uit de wolken. Ja. Oké, nou, ik denk dat we maar gewoon naar het jurymoment moeten gaan. Ja, ik vind wel, je hebt allebei een eigen, lekker eigen vibe eraan meegegeven. Nou, Tim Thijs zie je gewoon lekker dat hij eigenlijk leesbaar helderder, zeg maar. Bij Rutger is de scheiding tussen de 3D en de ding is wat minder. Maar oké, als je een winnaar aan moet wijzen... Ja, dan wordt het wel Rutger. Ah, jongen! En je goed gespeeld, joh. Dan wordt het wel. Waar een tegenstander. Oké, oké. Ja, dit was hem alweer, de tweede aflevering van Off The Pitch. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe sporter. Is een hele grote naam, dus die mag je niet missen. Abonneer je even op ons YouTube-kanaal, volg ons ook op Instagram. Tot volgende week.